Ja hoor. Holy shit. Wat een k***zooi. Yes, leuk dat jullie kijken naar de allereerste aflevering van Nieuwe Gasten. Nu hoor ik je denken, Nieuwe Gasten. En dan heb ik twee dames naast me. Moïse, vertel eventjes, wie ben jij? Ik ben Moïse, ik ben 26 jaar en ik ben actrice, presentatrice en ondernemer. Ja, en ik heb er echt mega veel zin in. We gaan hele toffe video's maken. Zeker. Weten jullie het nog niet? Weten wij al wel een beetje. Het wordt echt geweldig. Ja, en ik ben Lieke. Ik ben 25 jaar. Ik maak een podcast. Ik heb een spel uitgebracht. Ik acteer. Ik ga mezelf een beetje uitdagen hier. Bram, jij gaat de eerste video aftrappen. Vertel, wat ga je doen? Ja, ik ben dus heel erg nieuwsgierig hoe het is om dakloos te zijn. En er zijn al een aantal YouTubers die hebben dan 24 uur dakloos in een of andere stad. Slap gedoe. Slap. Ik ga een hele week. Ik heb dus echt geen geld bij me. Nee. Wel een GPS-trekker. Ja. Maar voor de rest heb ik helemaal niks. En er zijn altijd mensen die dan in de comments zeggen het is fake. Ik doe niet aan fake. Je kan wel meteen de real deal ondervinden. Ja. Dus jij gaat nu... Ja, nou, veel plezier. Succes! Ja. Dankjewel, hè. Ja, doei! Zo, dan gaan wij lekker eraf naar binnen. Ja, we gaan lekker naar binnen. Oh, wat erg. Laat ik eerst uitleggen hoe ik op het idee ben gekomen om een week als dakloos te leven. In 2019 lag er een plan om ervoor te zorgen dat er voor 2022 geen één dak- en thuisloze jongeren meer zou zijn. Mooie missie, maar helaas mislukt. Het aantal is zelfs toegenomen. Ik hoop er deze week achter te komen waar dit aan ligt. Zo, ik heb even een droog plekje opgezocht. Ik zal jullie ook gelijk even laten zien wat ik allemaal bij me heb. Handschoenen, één handdoek. Thermokleding voor de vrieskou. 3 t-shirts heb ik bij me. Dus ik ga sowieso stinken deze week. Dit zijn hele lekkere warme sokken. En 5 onderbroeken. Dat betekent dus dat ik 1 nachtje een vuile onderbroek aan moet trekken. Yes! Ik dacht dat ik er 6 had gepakt. Kut zo. En natuurlijk mijn slaapzak. En die kan tegen -5. Dus ik hoop niet dat het kouder wordt dan dat. Maar het gaat wel vriezen de aankomende paar nachten. Dus dat beloof wat. En natuurlijk mijn paspoort en de telefoon voor noodgevallen. Wat kom ik hier tegen? Jawel, karton. Hierop ga ik opschrijven dat ik geld nodig heb om te eten. En dan kan ik gaan beginnen met bedelen. Ik heb geen cent meegenomen, dus ik moet bedelen om mezelf te kunnen voorzien van eten, drinken en een slaapplek. Dat ga ik nu meteen doen, want ik begin trek te krijgen. Wat lief, dankjewel. Dankjewel. Ik kan je geen geld geven, maar ik dacht misschien wel wat te eten. Het is echt geweldig. Wat lief, dankjewel. Thanks a lot. Dat bedelen vond ik een dingetje. Ik keek er ook wel tegenop, moet ik zeggen. Ik voel me wel minder waardig. Mensen kijken letterlijk op je neer. Ik heb echt fucking veel geld gekregen volgens mij. Maar dat gaan we nu even tellen. Holy shit. 20. 1. 2. 3. 47,35 euro. Gewoon bijna 50 euro. En dan ook nog deze hele tas vol met eten. Dit doet mijn hart echt goed. Oprecht. Ja, holy shit. Ik heb er echt geen woorden voor. Dan is denk ik nu tijd om een slaapplek te gaan vinden. Ik zie dit best wel als een goede optie. Het stinkt hier wel een beetje naar pis. Maar ja, ik liep net daarheen om te kijken, maar daar ligt gewoon al iemand anders te tukken. Die is ook wakker, dus ik boek hem gaan. Ik heb echt de hele dag door de stad gewandeld en ik heb nog steeds geen slaapplek gevonden. Ik heb ook niet een leger des heils of zo dat ik dat ben tegengekomen. Misschien had ik het van tevoren moeten uitzoeken, want ik heb nu geen telefoon waar ik even snel Google Maps op kan openen om te kijken waar ik naartoe kan. Maar goed, als ik dat had gedaan, was het ook een beetje vals spelen, toch? Zo. Het is ergens middernacht. Ik ben er wel klaar mee. Het is al aan het vriezen. Ik heb besloten om in het metrostation te gaan slapen. En dat is hier onder mij. Ik heb natuurlijk geen OV bij me. Maar gelukkig staat er een poortje open waardoor ik naar binnen kan. En dan ga ik gewoon hier in dit gangpad naar de lift tukken. Ik lig. Ik vind het zo fucking relaxed. Er kunnen overal mensen hier door die poortjes komen. Hier is al iemand. Want dit is toch helemaal kut. Nou, ik ga maar proberen te slapen. Ik ben benieuwd. Tot morgen. Sorry man, ik heb je wel gelaten, maar ik heb nog wel de camera.
ben net hier achter me uit het metrostation gezet. Was de beveiliger. Hij vertelde me dat het 2:15 is. Dus het is nog midden in de nacht. Het is ook pikken donker. Maar ik denk dat ik nu maar hier gewoon op dit bankje ga liggen. Ik hoop dat ik hier kan slapen. Het is namelijk wel echt een stuk kouder dan daarbinnen. Maar goed, ik ga het meemaken. Ik hoop dat ik nu wel gewoon kan doorslapen en dat het morgenochtend is en ik weer door kan met mijn dag. Zo, ik word net wakker. Het is echt tering koud. Er is helemaal niemand op straat. En mijn jas, die ligt ineens hier. Ja hoor. Holy shit. Al mijn geld gewoon genakt. Wat een kutzooi. Godverdomme. Hier lag mijn tasje met eten. Die is ook weg. Maar ik ga hier wel echt slecht op. En zoals je kan zien, ga ik ook echt slecht op het weinig slaap. Want ik ben vannacht wel echt constant wakker geworden. Er zit niks anders op dan weer te gaan bedelen. En hopen dat er genoeg mensen langslopen die wat kunnen missen. Wat lief, dankjewel. Thank you. Nou, de eerste euro is binnen, jongens. Oh, wat lief. Dankjewel. Thank you. Oh, wat doet dit broodje me goed, zeg. Oké, er is net een hoop gebeurd. Ik ging even bedelen. En toen heb ik 24 euro binnengehaald en een hele tas vol met eten. Dus dat is super chill. Ik heb voorlopig genoeg te eten, zeker voor vandaag. Ik moest helaas ophouden met bedelen omdat er een aantal agenten naar me toe kwamen die aangaven dat het niet de bedoeling is. Wat wel chill was, is dat toen ik vroeg of zij wisten waar ik kon gaan slapen vanavond, ze aangaven dat er een noodopvang is. En als het goed is dat ook helemaal gratis. En dat heeft ermee te maken dat het nu weer vriest, s'nachts. Dus ja, dat is weer een voordeel. Gratis slapen vanavond. Ik ben nu onderweg naar de noodopvang. Dan hoop ik daar lekker te kunnen slapen. Want daar ben ik wel aan toe. Ik hoorde dat ik hier naartoe kom voor de noodopvang. Ja, alleen vannacht nog, hè. Dat is de laatste nacht. Oké. Okay. Is het gecontroleerd? Ja, tuurlijk. Vraag wat er in de kist is. Wat? Water. Water? Ja. Tijdens het eten sprak ik een Marokkaanse jongen van 20 jaar. 3 maanden geleden kwam hij naar Nederland en trok in bij zijn neef. 2 weken geleden belandde hij onverwachts op straat. Because I was living with my cousin. Okay. And I have a problem with him right now. I can't stay there. I can't go back. Why? Because I want to be a champion. Yeah. You come back as a champion. Yeah. So that's my dream. I have a good life there. Yeah. Yes, because I live with my parents. Yeah. I was having a bike. Okay. Just good times. Good times. But right now, I don't like my situation now. Het wordt me duidelijk dat door een ongelukkige samenloop van gebeurtenissen en wanneer je geen familie of vrienden als vangnet hebt, je al gauw op straat kunt belanden. Vanavond zijn we in ieder geval blij dat we warm en droog kunnen slapen. Zo, ik heb net lekker geslapen op de noodopvang. Ik sliep daar met 8 andere mensen op een kamer. En dat was best prima. Ik heb dus genoeg geld, genoeg eten. Dus ik maak me voor vandaag niet zo zorgen. Ik ga gewoon ergens chillen op een plekje waarvan ik denk, dit is een goede plek om te chillen. Dus dat is mijn plan voor vandaag. Die is weer vol. In het park ontmoette ik Sander. Hoewel geen jongere dakloze is, kan hij mij wel vertellen hoe het kan dat je als dakloze makkelijk in een vicieuze cirkel terechtkomt en het probleem niet zomaar op te lossen is. De justitie zit in de weg, dus je krijgt overal boetes voor. Dus je krijgt boetes voor buitenslapen, je krijgt boetes voor het buitenland. Begrijp je wat ik bedoel? Ja. Maar hoe hoog is zo'n boete? Want je zou net... Oh, je praat over 100, 180 euro. Voor? 180 geloof ik, buiten slapen, 100 euro voor drinken. 180 euro voor buiten slapen? Ja, en ik geloof 160 voor bedelen of zo. Zulke bedragen vraag je ook. Sander gaf me ook als tip mee dat als je warm en droog wilt slapen, je gewoon goedkoop een hosteltje kunt boeken. Dus dat ga ik nu doen. Ik wil je heel erg bedanken voor je tijd. Okay. Box. Okay. Hopelijk is dit wat.
Mijn sokken, mijn schoenen en mijn capuchon die zijn echt zeiknat geregend. Dus die heb ik even opgehangen over de verwarmingsbuis. In de hoop dat het droog wordt. Ik kijk nu net zo op mijn schermpje. En misschien ligt het aan mij hoor. Omdat ik al 3 dagen niet aan mijn trekken ben gekomen. Maar dit ziet er wel fout uit. Ik ga echt heerlijk slapen vanavond. Tot morgen. Het is weer tijd voor een ontbijtje. En dan vraag je je vast af. Bram, wat eet je dan? Weer een broodje kaas. We gaan er weer voor. Bram die leeft nu al een aantal dagen op straat. Dus zit ongeveer op de helft. En wij gaan even bij hem langs. Ja, en dat doen we niet met z'n tweeën. Nee, we hebben een nieuwe gast. Hallo, hoi, Luc. Aangenaam, gezellig. En ik dacht, hij leeft al de hele week op straat, maar vooral met echt scheidweer. Dus ik neem even een pizzaatje voor hem mee. Nou, en je wil gewoon punten scoren bij Bram. Nou, dat ga je zeker doen. Wat ik dacht, ik ga gewoon mijn capuchon opdoen en naar hem toe lopen. Niet te opvallend en dan hopen dat we hem nog een beetje kunnen verrassen. Ja, ja? Tof. Okay. Nou, let's go. Let's go. Hij staat hier om de hoek. Yo. Hey man, je zit in een pizzaatje. Lekker ouwe, dankjewel man. Hallo, wat een gezelligheid. We hebben een bloemetje voor jou. Oh, ik ben warm. Kom maar even goed knuffelen. U doet net alsof ik op de Noordpool heb gelegen. Nee, maar vertel even. Heb je kunnen douchen? Heb je kunnen slapen? Heb je kunnen eten? Heb je kunnen poepen? Ik ging eerst slapen in het metrostation. Toen werd ik 1:15 werd ik weggestuurd. En toen ging ik op een bankje voor het metrostation tukken. En toen is al mijn geld gejast. Nee. 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 En, ik had dus en dat heb je niet gemerkt? En mijn eten? Nee. Nee joh! Dat is wel echt heel zuur, maar dan is dat dus door iemand anders op straat gejat. Ja, want mijn eten was ook weg, dus sowieso een andere dakloos die het gejat heeft. Wat heb je het meest onderschat? Ik denk dat mijn vriendin kijkt, dus dat mijn vriendin heel erg mis. Hey, Ram, geniet jij lekker van je pizza? We gaan je weer in je eentje laten. Sterkte. Ik zie jou voor een paar dagen. Hou je aks! Komt goed. You got this! Goodbye my lover, goodbye my friend. Nou, zullen wij lekker een koffietje gaan drinken? Met een gevulde buik ga ik op zoek naar een slaapplek. Die vind ik niet zo snel. Wel kom ik iemand tegen die ook op zoek is naar warmte. Hoe oud ben jij dan? 27. Ik ben jammer. Hoe oud ben jij dan? Ik ben 30. Ja, ik ga een koffie nemen en dan gaan we lopen. Wat voel je dan als je dat neemt? Ja, ik ga zo geil zijn. Ja, chill. Nou, neem lekker. Geld van je neuk, alles neuk. Ja. Geloof eens je zegt. Oké. Man en ook een vrouw. Ja. Ga maar Red Bull, kom bij reizen. Je bent toch mooi om buiten te pakken blijven als dakloos. Ja, maar komt goed man. Ik heb zojuist een hele avondwandeling gemaakt met een crack gebruikende biseksueel die de hele tijd aangaf dat hij geil was. En uiteindelijk liet hij me wat slaapplekken zien. Hij liet zien dat er een paar dixies in de stad zijn die gewoon open zijn. En daar kan je lekker in slapen. En ook lekker in neuken, gaf hij aan. Het is inmiddels 6:15 geweest. Ik ben echt helemaal gesloopt. En ik ga nu lekker tukken op Amsterdam Centraal. Hier op een bankje, gewoon zittend. Tot morgen. Of dat is eigenlijk vandaag. Het is 11 uur. Dat betekent dat ik een kleine 5,5 uur geslapen heb. En het verbaasde me eigenlijk dat ik niet ben weggestuurd. Ik heb blaren op mijn voeten. Dat is echt niet normaal. Dus zit je nu te eten, spoel dan eventjes een paar seconden door. Want ik wil het natuurlijk wel even laten zien. Kijk dit. Dat is toch niet meer normaal? Dit is het eerste moment dat ik echt heel graag naar huis wil gewoon. Ik ben er echt klaar mee. Maar goed, nog 2 nachtjes te gaan. Dus ik ga zo meteen een beetje bedelen. Ik moet ook nog eten. Al mijn eten is namelijk op. Ik heb net ongeveer een half uurtje gebedeld, denk ik. En daar heb ik dit van gekocht. Nou, als ik daar de dag niet mee doorkom, dan weet ik het ook niet meer. Nu alleen nog een slaapplek. Via een tip krijg ik door dat je bij het stoelenproject terecht kunt zonder ingewikkelde inschrijfprocedures. Ik heb dus goede hoop dat ik hier vanavond een plekje kan vinden om te slapen. Hey, goedenavond. Goedenavond, ik vroeg me af of er toevallig voor vanavond een slaapplek is. Nee, joh. Het probleem is, zoals je misschien al weet, alle winteropvang is dicht. Dus iedereen die komt naar ons. Ja. En wij hebben één gebouwtje. Ja.
50 man. Ja. En echt meer past er niet in. Dus de eerste volgende kans voor jou is donderdagochtend. Ja, dus donderdag als ik hier om 9 uur ben, maak ik kans. Ja, ik zou ietsje vroeg komen. Okay. Als je 1 minuut over 9 komt, dan is er al niks meer. Nee. Nou, duidelijk. Heel erg bedankt. Oké, man. Zie je donderdag. Ja, veel sterk. Dit viel echt even tegen, man. Goedemorgen. Nu ben ik onderweg naar het stoelenproject. Daar kan ik een kaartje krijgen waarmee ik dan vanavond kan slapen op de slaapzaal daar. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik moest me hier melden voor het kaart. Ja, waar zou je hier langs, hè? Ja, klopt. Ja. Koffie, thee op de bar? Ja. Wat heb je? Hoe blij kun je zijn met een plek in een slaapzaal tussen 50 snurkende mannen? Maar voor vele dak- en thuisloze jongeren is dit ongekende luxe. Tijdens mijn avondmaaltijd besef ik weer dat de jongeren die hier zitten allemaal van het kastje naar de muur worden gestuurd. Gelukkig bestaan er dan nog veilige havens, zoals het stoelenproject. It's a beautiful day, the sun is shining. Ik ga vandaag naar huis en daar ben ik zo erg blij mee. Sorry voor dit. Ik ga straks nog ergens lekker op een bankje een broodje pindakaas eten. En dan wachten totdat de crew me komt halen vandaag. Oh, we zijn er bijna. Daar is die hoor. Ik ben nog nooit zo blij geweest om jou te zien. Het zit erop, jongen. Ja, lekker man. Kom, we gaan lekker naar huis. Inmiddels ben ik weer fris en fruitig en ik heb nog even teruggedacht aan afgelopen week. Het was een hele intense week. Ik heb heel veel beleefd, ik heb me heel veel verveeld. Ik had heel erg moeite met het vinden van een slaapplek. Gelukkig kwam ik uiteindelijk terecht bij het stoelenproject. Je kan daar lekker slapen, een hapje eten en je voelt je echt veilig. Ik wil daarom €150 uit mijn eigen zak doneren aan het stoelenproject. Want zij kunnen het echt goed gebruiken. Deze week probeerde ik er ook achter te komen hoe het nou kan dat er nog steeds een groei is in het aantal dak- en thuisloze jongeren in ons land. Daar heb ik geen concreet antwoord op, maar wat me wel is opgevallen is dat door middel van moeilijke regeltjes en ingewikkelde wetgeving dat je het alleen maar moeilijker wordt gemaakt in ons land. In plaats van dat we gaan kijken van wat heb jij nodig en hoe kunnen wij jou erbij helpen om tot een oplossing te komen. Goed, dan ga ik hem nu echt afsluiten. Ik snap dat er grote verandering is op dit kanaal. Maar ik hoop dat ik door middel van deze video heb laten zien hoe ver wij voor jullie willen gaan om vette content te maken. Dankjewel voor het kijken en tot volgende week. Later.